Maar een dag snoekvissen 16. De gesloten tijd is eindelijk voorbij. We mogen weer snoeken. Het is prachtig weer. Ik ga vandaag vooral vissen met topwaters. Zoals dit mooie eendje hier. Hij ziet eigenlijk iets meer uit als een meerkoetje. Maar we gaan eens even kijken of we een paar mooie oppervlakte aanbeten kunnen krijgen vandaag. En misschien vangen we ook nog eens wat. Komt er. Oh. Klein snoekie. Ik schrok me kapot, hè. Oh, ik zie hem nog. Oh, wat jammer. Maar dat is... Zelfs al heb ik hem nu niet gevangen, vind ik het zo enorm vet om te zien als die beesten helemaal het water uitkomen om je aas te pakken. Helemaal geen grote snoek, maar ik schrok me echt helemaal kapot. Nou, hij ligt hier voor de kant, maar heb geen interesse meer. Jammer. Maar dat was de eerste vis van vandaag. Ik kom een hele grote snoek aan. Oh. Hele grote snoek. Hele grote snoek. Oh. Die was echt groot, hè? Oh my fucking... Ik denk dat die wel een meter was. Holy moly, hè? Uit het niets. Wat een dag. Wat een dag. Hallo. Ik denk dat als die snoek me eentje gepakt had, dan had ik helemaal geflipt. Echt waar. Nou, waar vis ik mee? Ik vis met de Savage Year Suicide Duck. En dan een vrij grote uitvoering. Hij ziet eruit als een meerkoetje, omdat we hier natuurlijk heel veel meerkoetennesten hebben rond deze tijd van het jaar. Dus ik dacht, nou, dat lijkt wel op iets wat de snoek zou willen pakken nu. Ik ga straks op mijn tweede rondje ga ik gewoon vissen met chats, denk ik. Tenminste, wel op de plekken waar weinig planten liggen. Maar voor nu blijf ik echt even met de topwater gaan, want het is zo spectaculair. Echt waar. Echt een aanrader. Het is op sommige plekken toch even iets helderder geworden in de loop van de dag, zo te zien. Ik weet niet of dat uitmaakt voor mijn vangkansen.
Dat is geen vis. Planten waarschijnlijk. Snoek, oh, snoek hier al. Zwemvoeten. Groot snoek. 90 plus, minimaal. Vertrouwd voor gemeten. Oh, wat zonde. Oh, wat zonde. Oh, zit hij er nog? Hij zit er nog. Ah, jongens, jongens. Het gaat niet zo lekker met vis vangen vandaag, maar ze hebben zeker interesse. Blijf proberen. Jongens, ik weet niet of jullie het op beeld kunnen zien, maar er zwemt toch wel een grote kooikarper daar, hoor. Gaat ie. Dat is een hele beste vis. Zo. Nou, hopelijk zwemt er ook nog een beetje snoek rond. Want het is erg veel missen en weinig vangen geweest vandaag. Eens kijken of ik een mooie close-up kan maken van die kooi. Dat is een flinke vis, hoor. Hier moet je kijken. Prachtige vis. Echt bizar. Ik denk dat ik maar brood ga halen en karpen ga vissen vandaag. Oh jongens, ik had gewoon een volger en ik zag het niet eens. Oh nee toch. Misschien is het op camera te zien, ik weet het niet. Oh, dat was zonde. Oeh. Volgens mij zit er eentje achteraan, ik zie een heel hard kolk. Oh nee. Oh, ik zag hem zo wegduiken. Zonde. Nummer 7 van vandaag. Ik wil nog niet erg meezitten vandaag. Ik heb tot nu toe 7 kansen gehad om snoek te pakken, maar niet één keer blijven haken. Ik vis nog steeds met het topbader eentje, de Suicide Duck. Ik denk dat ik hier ook gewoon de rest van de dag mee blijf vissen. Zelfs als ik niks zou vangen. Want het is gewoon zo leuk om die snoeken dat aas te zien pakken op het oppervlakte. Echt waar. Nou, laten we eens kijken of we toch nog iets kunnen vangen vandaag.
Yes! Oh, het heeft even moeten duren, maar we hebben er een. Een snoek op het eendje. Even kijken hoe we deze gaan pakken, want hij zit helemaal om zichzelf heen gedraaid. Ah, dankjewel. Ik zal even mijn net pakken. Kijk eens even jongens. Eerste snoek, officieel van het seizoen. Het is een hartstikke leuk visje hoor. Gevangen op een mooi eendje. En hij had er zeker trek in. Dus dat is mooi. Hij mag weer zwemmen. Zo, en dan gaat hij weg. Mooi. Na 8 snoeken blijft er eindelijk eentje hangen op de eend. Ik denk dat ik er wat aanpassingen aan ga maken, maar ik weet nog niet wat. In ieder geval helemaal top. Het is geen visloze dag. Nou beste kijkers, dat was hem weer. We hebben weer een hele dag gevist. Bijna 9 uur lang. Meerdere snoeken gemist op de top worden. Eentje gevangen. We hebben een kooi gezien. Het is best wel een lange dag geweest. Echt, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Topwater heeft het erg goed gedaan. Maar ik moet hem toch even een beetje aanpassen om toch het hakingspercentage te verhogen. Maar buiten dat, hartstikke prima dagje. Ik ga morgen weer vissen met mijn maat Pablo in het Geest. En misschien kan ik dan wat leuke vis vangen voor mijn missie. Een snoek in elke gemeente van Noord-Holland. Ik zie jullie in de volgende video. Dankjewel voor het kijken.